De selectie van FC Emmen krijgt steeds meer vorm. Dit is Gabi Jallo, linkervleugelverdediger. Hij komt over van Willem II en komt met name omdat hij een goed gevoel heeft bij Joop Gal. Dat is heel belangrijk en die jongens, ook hoe ze mij ontvangen hebben, dat is ook heel veel vertrouwen. En dat neem ik wel mee in de beslissing om eerlijk te zijn. Dit is Soufiane Lahmouchi. Ook hij is nieuw. Tekende een contract voor één seizoen plus een optie voor nog een seizoen. Hij mocht weg bij Volendam omdat hij daar te duur zou zijn. Mijn reiskosten waren erg hoog. Want ik kwam uit Barneveld en naar Volendam heen en weer natuurlijk. En dat werd een beetje moeilijk voor de club. En hoe ga je dat nu doen? Nu ga ik gewoon hier wonen. Dat is de bedoeling. Maar Gal wil meer versterkingen voor aan de zijkant. Daarom komt vanaf morgen ex-Veendam, Volendam en Willem II-speler Boy Deul op proef. Ja, en ik vind dat wij wat meer spelingen aan de zijkanten moeten hebben. Of dat er meer druk op iemand moet komen die er nog meer uit gaat halen. Maar dat we ook meer keus kunnen krijgen. En dan is Boy Deul daar een kandidaat in. Dan naar WKE, de tegenstander van FC Emmen gistermiddag. De ploeg van de nieuwe trainer Paul Weerman versterkte zich met deze Kai Velda en met Kevin Guts. En ondanks dat de problemen met de Belastingdienst nog niet zijn opgelost, begint Weerman vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen. De mensen waar ik mee gesproken heb, die hebben mij verzekerd dat WKE gewoon 100% doorgaat in de topklasse en dat het allemaal goed komt. Dus daar moet ik maar op vertrouwen. FC Emmen begint goed tegen WKE. Dit is de zesde minuut. De bal belandt wat gelukkig hier bij Alexander Banning. Die houdt het overzicht. En hier is het Cas Peters. De aanvaller die overkwam van FC Twente. Hij, eigenlijk een flankspeler, maar kan dus ook in de spits. En dat laat hij hier zien. Reageert uitstekend op een misverstandje in de defensie bij WKE. En maakt zijn tweede van de middag. Opnieuw Emmen. Met de lange bal op Bresida. Bresida moet natuurlijk de 3-0 maken, maar stuit op doelman Diederik Bangma van WKE. Dan, kort voor rust, Erik Edeveld. Muurtje staat niet goed. En via het lijf van Cas Peters is het 1-2. Dan de tweede helft. Met een nieuwe centrumspits. Zijn naam Rangelo Yanga. Komt over van Excelsior. Zoekt nog een club, is bij Emmen op proef en Yanga scoort. Hij zet de stand op 1-3 en bepaalt even later de eindstand op 1-4. Yanga dus. Mogelijk de nieuwe spits van Emmen. Als Bergkamp geen ja zegt. Maar Bergkamp houdt zich voorlopig stil. Mijn gevoel is dat hij vaak de telefoon niet opneemt omdat we hem dan onder druk zetten. Dat vindt hij niet leuk. Hij heeft andere spelers ook links laten liggen. Hij weet dat hij zeer welkom is en dat wij hem heel graag willen hebben. Hij weet ook dat heel veel spelers bij ons in het team ermee renderen. Dat hij een goed mens is en dat is ook goed voor het sfeertje van het team. En dat heeft alleen maar plus, plus, plus. Dus niks ten nadele van Yanga. Want als Bergkamp niet komt, zal hij best een goede kandidaat kunnen zijn. Maar dat zou wel onze nummer 1 zijn.